Ja. Dames en heren, het is 9:09. Dat betekent dat u ongeveer al 9 minuten te lang te zien bent op NPO Politiek. Ik hoop voor u dat u nog niet in uw neus gepeuterd heeft. Geen Joachim Leutje heeft gedaan. Dames en heren, goed dat u er bent. En ik overdrijf niet als ik wederom zeg in zulke grote getalen. En het is toch voor een club als ons elke maand weer een ongelooflijk spektakel. Als wij dan elke dag ongeveer beginnen te bellen met de balie. En hoeveel plaatsen zijn er nog? En op een gegeven moment horen we dan weer, ja hoor, we zijn uitverkocht. Dus u behoort weer tot de uitverkorenen. Voor de mensen die hier vaak geweest zijn, die weten het. We vragen altijd even wat voor vlees we in de kuip hebben. Wie van u is hier voor de allereerste keer? Wauw, oké, zo'n zaal. Goed dat u er bent. Ik ga u even kort uitleggen dan wat u kan verwachten. Politieke Junkies, de grote ontspinshow. En dat betekent eigenlijk dat wij niks anders doen dan vol op de vorm zitten. U kent allerlei programma's, daarin is al grote kritiek. Het gaat alleen maar over de vorm en te weinig over de inhoud. Wij willen niks met die hele inhoud te maken hebben. Wij willen de vorm. Want de vorm, als je die ontleedt, kom je vaak veel dichter bij de inhoud dan je vaak zou denken. Wij bestaan inmiddels 5 jaar en het is inmiddels in Politiek Den Haag een begrip, Politieke Junkies. En dat betekent dat als wij zelf ook wel eens op het Binnenhof rondlopen, dat die paar journalisten die wij nog niet gevraagd hebben voor dit programma, dan ons aantikken en zeggen, hey, is er misschien een reden dat ik nog niet gevraagd ben voor Politieke Junkies? En dan zeggen wij nee, maar blijf vooral goed doorwerken en als je blijft opvallen, dan kom je een keer bij ons wellicht in het panel. Vrij vertaald, vanavond krijgt u van ons, wij zijn elke maand heel blij met ons panel, maar dit is wel een absoluut toppanel waarin wij ontzettend graag de zomer ingaan. U weet het, we hebben een zware last. U als junkie heeft geen actualiteitsprogramma's meer. Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, iedereen is met vakantie. Maar wij trekken u als junkie echt op een fantastische wijze vanavond de zomer in. Zo gaat het. En ik ga u ook nog vertellen dat de 3 panelleden aan een unieke exercitie weer gaan beginnen. Namelijk, u moet zich voorstellen dat deze 3 mensen niks anders doen dan dag in dag uit, tot diep in de nacht, vanaf vroeg in de ochtend, als journalisten de politici recenseren. De hele dag vertellen wat ze wel, wat ze niet goed doen, of ze wel iets goed verteld hebben, of hun beleid deugt of niet. En bij Politieke Junkies is het andersom. Hier is het een politicus, in dit geval een politica, die voor 1 keer in haar leven een journalist mag recenseren. En voor de mensen die hier vaak geweest zijn, er zijn hier politici die die kans te baat nemen, dat die verbaal bloed vloeit, dat die oude rekeningen vereffend worden. Maar dan weet u een beetje hoe het concept in elkaar zit. En uiteindelijk wordt u geacht als junkie ongeveer zo rond 10 uur, 9:45, weer voor de tweede helft aan de bar geposteerd te worden. En zo rond een uurtje of 2:30 vannacht is het programma afgelopen. Dus mochten mensen nog willen sms'en met hun babysit, dit is het moment. Welkom voor de mensen die nu binnenkomen. Ga lekker zitten. Daar is nog een plekje, zie ik. Dat is geen plekje voor u. U wordt geacht die kant op. Nou, daar zie ik nog een plekje. Kijk eens aan daar, meneer. Heel goed. Goed, dames en heren, dan weet u een beetje hoe het in elkaar zit. De 3 helden van de avond staan bij ons bovenaan de trap. Het gaat als volgt, ik vertel wie ze zijn en u geeft ze een ovationeel applaus. Dames en heren, ze is niet voor de allereerste keer bij ons. Ze won al 1 keer. Ze gaat binnenkort naar het buitenland. Begon ooit als sportverslaggever, maar inmiddels gevreesd politiek journalist namens NRC Handelsblad. Oud-winnaar Politieke Junkies, Emily van Outeren. Nee, die. Ja, dames en heren, de volgende man is eigenlijk een soort mirakel. Ik durf best te bekennen, dat moeten we even onder ons houden. Hij is de 40 echt gepasseerd. Maar als u hem hoort, hoort u altijd een soort jongensachtige kwikzilverheid, een frisheid. En dan maakt het niet uit of het in het oog op morgen is, midden in de nacht, of om 5 uur 's ochtends. Nog sterker zelfs, vanochtend is hij direct vanuit de krantenwijk doorgereden om u te vertellen hoe de Brexit in elkaar zit. Dames en heren, namens NOS Radio 1, Joost Vullings! Ja, dat zijn, u ziet meteen wie hier vaker geweest is, hè? Meteen de jury. Jury ook, houdt u zich, probeert u objectiviteit te bewaren. Belangrijk goed, zeker voor deze dame. Dames en heren, de volgende man is gevreesd. Als we hem op het podium zetten, hebben we soms bijna moeite om er 2 andere panelleden naast te zitten. Het heeft te maken dat hij zich net zo makkelijk verdiept in de intriges van Limburg als in Rusland en Amerika. Maar tegenwoordig doet hij namens de Volkskrant elke dag verslag van het wel en wee in Politiek Den Haag. Veelvuldig winnaar Politieke Junkies, Frank Hendricks. APPLAUS
Ja, dames en heren, ze is al, ja, is een beetje raam zou het zeggen, maar ze is al even aangeraakt.